Vandaag ga ik voor jullie sardine alu maken op mijn manier. Kijken jullie mee? Voordat je de sardine klaar gaat maken, maak je de vis even schoon. Dan doe je dus op deze manier. Ik haal alle vraat eruit en alle viezigheid van de vis eruit. Want dat willen we natuurlijk niet hebben in ons bord. Althans, ik wil het niet hebben. Ik weet niet van jullie, maar ik wil het niet hebben. Dus je haalt alle graad even gewoon eruit. Zo. Oké, de vis is mooi schoongemaakt zoals jullie zien. Zo, gaan we nu even de aardappelen schillen. Ik heb ze al zo wat geschild. Dus die gaan we zo meteen lekker wassen. Die leggen we dan alvast klaar. Ik hou van voorbereiden en gewoon alles opzij leggen. Je ziet het, hè? Ik kan twee dingen tegelijkertijd praten en schillen tegelijkertijd. Dus die doe ik even in grove stukken snijden. Zo. Ondertussen maak ik het even schoon. Ondertussen heb ik uien gesneden en ga ik zo meteen knoflook stampen. En wat ik doe, ik frituur altijd eerst de aardappelen. Ondertussen doe ik in een andere pan wat olie. En zo maak ik mijn sardine.